Ik heb wel hard gewerkt, maar het voelde toch elke dag als vakantie. Het is tijd om afscheid te nemen van de enige bewoner op Schiphol, Vincent van Dijk. Hij heeft zijn werk volbracht. Het boek is klaar. Amsterdam Slaapt heet het. Een bundel over 365 hotels in Amsterdam. Op 18 augustus presenteerde hij het aan de pers. Welkom bij mij thuis. Dit is mijn huiskamer geweest sinds 1 januari van dit jaar. Vincent sliep een jaar lang elke nacht in een ander hotel. Van chic tot shabby, van traditioneel tot super trendy. Zijn laatste standplaats werd het Citizen M Hotel op Schiphol. Hier kreeg hij de kans om ruim een half jaar te wonen en zijn ervaringen op te schrijven. Schiphol TV ging eerder dit jaar bij Vincent op visite. Mijn naam is Vincent van Dijk. Ik ben de enige inwoner van Schiphol. Welcome to my crib. Eigenlijk is Schiphol één groot hotel. Zelfde dynamiek, zelfde energie, zelfde internationale sfeer als in een hotellobby. En natuurlijk heel veel service, wat mij zo aanspreekt in de hotels. Af en toe had ik wel vrienden op bezoek die zich zo thuis voelden dat ze hun schoenen uittrokken en op de bank televisie ging kijken. Alsof het echt een woonkamer van mij was waar ze in zaten. Wat heeft nou uiteindelijk het meeste indruk op je gemaakt? Vroeger was luxe, was het een soort stijfheid. En nu zien we luxe toch al meer als hartelijkheid. En zorgen dat de gast zich op zijn gemak voelt. En dat kunnen ze hier heel erg goed. Amsterdam Slaapt ligt vanaf 1 september in de boekhandel.